Nou ja, goedenavond dus bij dit webinar over ja, waarom zou je nou opstellingen gebruiken? Ja, ik zelf, daar zal ik je meteen nog wat verder over vertellen. Ik gebruik echt met alle liefde bijna iedere dag opstellingen in het werken met ondernemers, met teams. En ja, ik word er heel blij van. Ik heb ook één blog geschreven als je op mijn site kijkt en die heet Waarom je geen opstellingen zou moeten gebruiken. Dus dat was een beetje om te prikkelen, zeg maar. Maar dat, nou, er zijn natuurlijk ook wel redenen om het niet te doen. En vanavond neem ik jullie mee eigenlijk in het veld, zeg maar, waarvan ik zeg van nou, daar zou je kun je opstellingen inzetten en de manieren waarop, zeg maar. Voel je ook vrij om vragen te stellen. Ook als je het later terugkijkt, stuur me dan gewoon een mailtje. En we gaan ook aan de slag. En daarvoor had ik nu bedacht om dan iets met poppetjes of papiertjes op je tafel te doen. Dus nou, gaan we zo meteen lekker aan de slag. Het is handig als jullie je microfoon even op mute zetten, dat als er geluiden zijn, dat we dat niet zo stoort. Maar voel je ook vrij om gewoon in mijn verhaal gewoon hem unmuten en dan je vraag te stellen. Oh nee, dat gaan we niet doen. We gaan het zo doen. Ja, wie ben ik? Nou, er zijn een paar getallen, een paar jaartallen en een paar plaatjes erbij. 1970 ben ik geboren. Mijn vader en mijn moeder staan daarboven. Toen begon het allemaal. Ja, ik ben eigenlijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als bedrijfskundige. En toen heb ik de hele tijd als consultant gewerkt bij IBM en ook bij Sintens, een adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. En ja, daarbij heb ik gewoon heel veel ben ik in aanraking gekomen van, hey, wat is nou ondernemen? Hoe werkt ondernemen? Hoe kan je succesvol ondernemen? Hoe kan je succesvol zaken doen? En iedere keer kwam ik erachter dat ja, alles wat in die boekjes, in die methoden staat, modellen staat, dat dat niet altijd werkt. Nou, tegelijkertijd ben ik, ja, wat is het? Ja, 2006 inderdaad. Ik denk dat dat was inderdaad het moment dat ik wat meer met spiritualiteit in aanraking kwam. Hoewel mijn vader eigenlijk al, nou, sinds ik volgens mij 5 was, was hij er al mee bezig. Maar als een goede puber heb ik me daar vol tegen afgezet natuurlijk. Maar toen kwam ik er zelf mee in aanraking. En in 2008 ben ik toen opstellingen gaan leren. En toen dacht ik, wauw, dit is zo'n andere wereld, of eigenlijk een soort aanvullende wereld. En hoe gaaf zou het zijn als je die kan combineren met dat ondernemerschap? Nou, toen heb ik in 2007 mijn eigen bedrijf gestart. Intuïtief ondernemen. Ja, waarbij ik dus eigenlijk die combinatie maak. Nou, ik heb inderdaad een boek geschreven, Moeiteloos ondernemen. Zoals je zei, Mariette, ja, nou, fijn dat jij het zo fijn vond en goed was om te lezen, zeg maar. Want daarin heb ik eigenlijk, beschrijf ik eigenlijk mijn visie op het ondernemerschap en op verschillende aspecten van het ondernemerschap. En die zijn ook wel gebaseerd op de systemische principes, maar ook op non-dualisme, op het boeddhisme, op nou, verschillende stromingen, zeg maar, die combineer ik. Want ik ben dus ook in mijn opstellingenwerk en ook in alle workshops die ik geef, ik ben niet een soort van standaard die standaard opstellingen doet, want ik gebruik van allerlei andere methodes daarbij. Nou, in 2013 ben ik samen met Marjolein Berendsen, dus van Zoma Opleidingen, de opleiding Magie van Opstellingbegeleider hebben wij toen opgezet. En ja, toen ben ik dus het vak gaan overdragen. En dat vond ik ook mooi. Daar word ik zelf ook iedere keer weer wijzer van. Want dan moet je toch gaan uitleggen van ja, wat doe je dan eigenlijk als je zo aan het opstellen bent. En in 2016 ben ik voor het eerst naar Bulgarije gegaan. Om het vakgebied en eigenlijk zeg maar, het hele intuïtief ondernemen de wereld in te brengen. Nou, en sindsdien is dat alleen maar gegroeid. Dus ik geef het inderdaad wat ik net al zei, deze webinars ook in het Engels. Ik train mensen ook online inmiddels in het opstellingen leren begeleiden. Dus dat is ook wel bizar eigenlijk. Maar ja, door COVID kwam dat. Want daarvoor reisde ik gewoon de wereld rond, vooral Europa, om mensen op te leiden. Goed, nou ja, dat hebben we net gedaan. Hè. Wie ben je en wat heb je met opstellingen? Ik teken altijd even dit plaatje om het opstellingen te positioneren. Hè. Dus heb je de golven van de zee, zeg maar. En ja, we zijn tegelijkertijd de golf, maar tegelijkertijd zijn we ook die zee. Hè, dus dan heb je een gebouw en je hebt een individu, je hebt een bedrijf. Nou, dat zijn allemaal golven, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk een soort uitingen van dezelfde massa, de oceaan. Nou, en in die bovenstroom, zoals ik dat noem, daar hebben we dus de dualiteit. Hè, daar heb je goed en slecht, daar heb je zwart en wit, rood en geel, zeg maar. En daar heb je dus dag en nacht. En daar heb je ook tijd. Er gebeurt nu iets. Hè. We zitten hier van 8 tot 9. Maar ja, tegelijkertijd is dit ook al niet meer echt tijd. Want iemand anders kijkt dit misschien wel op een heel ander moment. Dus dat is ook wel interessant. Over 20 jaar kan iemand dit nog steeds bekijken. Dus hoi, diegene die over 20 jaar kijkt.
En plaats, ja, weet je, daar zijn gewoon afstanden, daar hebben we een driedimensionale wereld. Ja, en daaronder, dus dat is waar het meer het eenheidsbewustzijn is, en waar daar is geen tijd, geen plaats en geen plus en min. Nou, en wat je, ja, ik zeg eigenlijk, de intuïtie is die verbinding tussen die twee. Je tapt als het ware in dat grotere veld en vervolgens vertaal je dat weer in de wereld van de dualiteit, want daar leven we tenslotte. Maar het mooie vind ik, en dat is eigenlijk mijn missie ook wel, is om bedrijven en ondernemers uit te nodigen om wat meer beslissingen te nemen vanuit die onderstroom, vanuit dat eenheidsbewustzijn. En als ik, ja, dat zijn eigenlijk zijn de twee verschillende dingen. Inmiddels heb ik een gelaagder model ontwikkeld samen met mijn collega Frederik. Maar dus om vanuit die onderstroom en vanuit dat eenheidsbewustzijn beslissingen te nemen. En daardoor neem je eigenlijk ook beslissingen die goed zijn voor jezelf, voor je bedrijf, voor je mensen waarmee je werkt en voor de planeet. Dus nou, volgens mij vraagt deze tijd heel erg duidelijk om die aanpak. Nou, en opstellingen zijn een manier om eigenlijk ook verbinding te krijgen met die onderstroom. En daarom word ik er zo blij van, omdat het een vrij tastbare manier is. En je hoeft niet meteen met wierook te gaan zwaaien en te mediteren. En natuurlijk, inderdaad, sommige mensen vinden ook dit wel zweverig, maar het is al wat minder zweverig dan meditatie, zeg maar. Martijn, mag Ja. ik? Nou, hè, wat jij zegt over die verbinding tussen bedrijven nou ja, en dit fenomeen, hè, dat je daardoor of vanuit je intuïtie, vanuit je onderstroom, ja, hele goede beslissingen kunt nemen, daar geloof ik ook helemaal in. Alleen ik merk wel, als ik met iemand spreek die hier helemaal niks vanaf weet, ja, ik krijg het gewoon niet verteld. Weet je, ik begin ook te stotteren en ik begin dan ook vaak, ja, je moet niet denken dat het wazig is. Ja, ik vind het zo lastig om daar echt een goed verhaal over te hebben. Herken je dat? Ja en nee, zeg maar. Dus het is A, het begint bij dat je zelf 100% erin gelooft. Dus dat je zelf, dat er eigenlijk geen twijfel meer zit, want in de wereld krijg je gewoon die twijfel teruggespiegeld. En inmiddels weet je, na al dat, ja, zoveel jaar hiermee bezig te zijn, weet ik gewoon dat het werkt. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen, ik maak, weet je, en want je kan het helemaal wetenschappelijk gaan proberen uit te leggen, kwantummechanica, morfogenetische velden. Nou, ik probeer het niet eens, want dan begin ik op een gegeven moment ook zo'n glad ijs. Dus ik zeg altijd van er is een bovenstroom en een onderstroom. Nou, dat kan al een beetje wazig zijn, maar mensen weten als ze in een ruimte komen, dan voelen ze al van hé, dit is fijn of niet fijn. Als je iemand ontmoet, dan heb je eigenlijk al meteen een soort van, oh ja, ik heb een klik of geen klik. Ook in organisaties, als je in een organisatie binnenloopt, dan kan je eigenlijk al een soort van aanvoelen van hé, wat is hier een belangrijk thema bijvoorbeeld. Dus mensen weten dat er iets in die onderstroom is wat niet zichtbaar en tastbaar is. En eigenlijk laat ik het daarbij. Ik zeg, oké, dus we zien iets wat tastbaar en zichtbaar is. En er is iets wat niet tastbaar en zichtbaar is. En ik vergelijk het wel eens met een magnetisch veld. En dat is zeker voor opstellingen werkt dat wel goed. Want als stel dat er een magnetisch veld is en we leggen hier allemaal ijzervijlsel neer. Dat gaat in een bepaald patroon liggen. En als je dan zegt van ik wil dat patroon veranderen. Dan gaan we die mensen coachen. Die gaan we dan naar links duwen en rechts duwen. En pop, ze schieten allemaal weer terug in dat patroon. Dat je denkt, hé, wat is dit nou? Nou, dan gaan we nog meer coachen. Nog harder duwen, nog harder trekken. We gaan allemaal lijntjes neerzetten zodat ze niet buiten meer komen. Totdat je gaat kijken van hé, er zit iets anders onder wat dit veroorzaakt. En dat is die magneet. Dus als we die magneet eens draaien of veranderen of weet ik veel wat. Dan verandert automatisch die ijzervijlsels van plek. Dus ja, metaforen die helpen ook wel eens, zeg maar. Maar daar gaat het wel om, weet je, dit gebruik ik en ik gebruik ook wel een beetje humor. En ik zeg ook gewoon van, weet je, geloof me niet, maar ga het ervaren. Dus ga het doen. En voor anderen, ja, die werken via een andere weg. Dus je moet een manier vinden die bij jezelf past om dit uit te leggen. Ja. Oké? Ja, dankjewel. Okay? Alright, dus dan. En dat woord eenheidsbewustzijn gebruik ik ook niet heel vaak, maar ik denk voor deze groep kan dat prima. Nou, de achtergrond van opstellingen. Ja, jaren 80 ontstaan in Duitsland door Bert Hellinger. Het is zeker in het begin was het heel erg door het christendom ook gevoed. Hij is priester geweest. Maar hij heeft ook bij de Zulu's gezeten. Dus ook Zulu-rituelen, met name ook met de voorouders. Maar ook met het insluiten van daders, dat zit daar ook in. Jung, het onderbewuste, zit daarin. Moreno, die over psychodrama heeft geschreven, dat het psychodrama heeft ontwikkeld, daar zit ook wat van in. En ook heel veel van Virginia Satir, van de familietherapie. Dus mensen zeggen wel eens van Bert Hellinger heeft de opstellingen bedacht, maar het is echt degelijk wel gevoed door al deze stromingen. Maar wat Bert Hellinger heeft gedaan, zijn D is wel bijzonder, zeg maar. Want hij heeft ons eigenlijk twee dingen meegegeven. En een van is het werken met opstellingen.
Ook wordt even afgeleid, want ik krijg een bericht van Jurien dat ze er wel is. Maar dat ze even wacht met haar telefoon beeld aanzetten. Maar goed, hij heeft dus twee dingen: het werken met opstellingen en het systemisch werken of het systemisch gedachtegoed. En die zijn redelijk los van elkaar ook te benaderen. Je kan dus systemisch werken zonder opstellingen te gebruiken, of je kan ook, dat deed ik in het begin heel veel, met opstellingen werken zonder dat je helemaal dat systemisch gedachtegoed snapt. Nou, die opstellingen, de kern daarvan is dat we werken met representanten. En dat vind ik ook altijd wel het bijzondere. En dat is ook wel het magische en dat is soms ook wel het moeilijk uit te leggen. Je zet iemand neer als representant voor een klant of voor een vader of voor een bepaald gebouw. Ik heb ook wel eens opstellingen met gebouwen gedaan. En diegene gaat dingen voelen, ervaren, weten die hij eigenlijk niet kan ervaren, voelen of weten. Nou goed, daar zit dus ook dat je het moet ervaren in. Dus als je een opstelling meemaakt, dan weet je ergens diep van binnen, dit klopt gewoon, maar ik snap niet hoe het werkt. Nou, tegelijkertijd werkt het ook met ruimtelijk. Die mensen, die representanten, die hebben een afstand tot elkaar, die kijken bepaalde kanten op. En er is iets wat we het veld noemen. Er is een soort energie in de zaal of in de ruimte. En die is ook bijna tastbaar. Nou goed, en dit is inderdaad wat je net zei, Maria. Dit is best wel moeilijk uit te leggen. En hier zeg ik dan ook altijd van ja, ik kan het heel erg gaan uitleggen, maar ga het maar ervaren. Nou, zometeen gaan we ook een stukje daarvan ervaren. Nou, van al die opstellingen heeft Bert Helling op een gegeven moment gezegd van hé, maar ik zie een bepaalde rode draad, ik zie een bepaalde wetmatigheden. En dat zijn de drie oerkrachten die in de opstelling actief zijn. Het zijn de drie gewetens. En die vind ik altijd wel interessant, dat eigenlijk ieder probleem wat wij ervaren in die bovenstroom is een oplossing van het systeem. Om, zeg maar, als er bijvoorbeeld aan een van die drie krachten, als dat ergens wringt, dan gaat het systeem daar een oplossing voor vinden. En dat zien wij vaak als probleem. Dus zodra je eigenlijk al de vraag kunt stellen, waar is dit probleem een oplossing voor? Nou, dan ben je al twee stappen verder, zeg maar. Nou, wat zijn opstellingen? Ja, dus die ruimtelijke representatie, dat vind ik heel krachtig erin. En dat is ook wel, dat kan je op allerlei manieren dus doen. Je kan dus ook in dat plek op de grond definiëren en dat mensen daarin stappen. Dus het ruimtelijke en dat een bepaald veld creëert en een bepaald gevoel creëert, dat kan je op heel veel manieren inzetten. En daarmee krijg je dus toegang tot die onderbewuste info. Die dus, ja, weet je, ik vind het altijd. Dat zeg ik ook wel eens tegen bedrijven. Ik zeg, ja, je kan gewoon 5 maanden een marktonderzoek doen. Of je doet een uur een opstelling. Of je gaat McKinsey voor een jaar inhuren. Of je doet een opstelling. Misschien niet zo heel zwart-wit. Maar ja, het geeft zoveel meer informatie dan allemaal onderzoeken. En in opstellingen vindt eigenlijk altijd een helende beweging plaats. Niet altijd. Zeker in de organisatieopstellingen kan je ook gewoon een soort van strategieopstelling doen. Of een testopstelling om te kijken, om bepaalde scenario's uit te testen. En daar komt niet die helende beweging. Maar vaak zijn opstellingen daar, ja, daar zit toch ook een helende beweging in. Ja, en een opstelling is natuurlijk eigenlijk heel simpel. Dus als ik het uitleg aan mensen, dan zeg ik ook van nou, dit is eigenlijk, iemand komt met een vraag, je kijkt welke elementen er zijn, je stelt representanten op voor die elementen. Dus ik ging even op mute. Dus je stelt representanten op voor die elementen, die stellen zich in de ruimte op. Daar toont zich iets, daar ontstaat een beweging en dat is het. En natuurlijk is het meer dan dat, alleen het proces is heel eenvoudig eigenlijk. En de truc in het werken met opstellingen zit hem dus in jouw innerlijke houding, zit hem in van waar laat jij nou een interventie komen en niet. Maar dus ook zeg maar voor ondernemers of voor managers die zeggen: hé, ik wil wel met een opstelling werken. Ja, het proces is niet zo ingewikkeld. En het is dus in die zin ook wel makkelijk voor mensen om aan te haken. Je hoeft ook niet een hele methode uit te leggen. Dus daarom vind ik het ook wel fijn om ermee te werken. Ja, iedereen kan het. Goed, dan. Dus dat is zeg maar het stuk opstellingen wat Bert Helling heeft ontwikkeld. Het andere stuk is dus het systemisch denken, het systemisch werken. En dat gaat eigenlijk uit van als zodra je op aarde komt, ja, word je geboren in een systeem. He, je hebt een vader en een moeder, minstens. En misschien broertjes, zusjes. En daarmee ontstaat dus het systeem familie. En dat is dus heel interessant, want dat is dus iets wat het individu overstijgt.
En daar is dus ook iets dat, nou ja, dat is dat cirkeltje. Dat cirkeltje, dat bestaat ook echt. Er is dus iets wat ervoor zorgt, en dat noemen ze in het opstellingwerk het systeemgeweten. Dus er is iets wat, of dat overlevingsmechanisme van het systeem, wat ervoor zorgt dat het systeem heel blijft. Nou, daar komen we zo meteen nog wel verder op, maar dat is dus altijd wel interessant. En eigenlijk is het een nog groter systeem. Dus het is een systeem van jou met je hele, al je voorouders. En ook dat, ja, daar staat ook een cirkeltje. Dat is ook weer meer dan, dan al die losse individuen. Er is iets wat daar, zodra zeg maar, het systeem ontstaat, ontstaat er ook een soort groter bewustzijn, noem ik het maar eventjes. Is dat een systeem omdat het moet overleven? Wat zei je? Is dat een systeem omdat het moet overleven? Nee, nee, dat is niet per definitie, maar er is dus een mechanisme in gang in systemen en dan noemen we, dan, ja, Jan-Jacob Stam noemt het overlevingsmechanisme en Bert Hellinger noemt het geweten van het systeem. Het is lastig om hier woorden aan te geven, want ook bij een geweten denk je meteen aan goed en slecht en daar gaat het niet helemaal over. Bij een overleving denk je van, ja, een soort overlevingsmechanisme, maar daar gaat het eigenlijk ook niet over. Dus het gaat eigenlijk over dat er dus... Nee, een systeem is eigenlijk zodra er dus eigenlijk een aantal delen bij elkaar komen, ontstaat er een systeem. Dus zodra ik geboren, eigenlijk die vader en moeder waren al een systeem toen ze getrouwd waren. En ook toen ze samen iets, zeg maar, een relatie hadden, dan ontstaat er al een systeem. Dus een systeem is eigenlijk alles waar verschillende delen samen iets groters maken. Ja? Ja, oké. Okay. Nou, en daar ga ik dus, dan ga ik naar school. Ja, en dan neem ik dus dat hele systeem mee. Dus, en al die andere cirkeltjes, dat zijn allemaal mijn medestudenten. En die nemen ook al die cirkeltjes mee. Dus in plaats van dat ik daar mensen ontmoet, ontmoet ik daar mensen met al die systemen waar ze deel van uitmaken. Nou, en dat is vervolgens op het werk niet veel anders. En dat betekent dus dat als wij naar die individuen gaan kijken en denken dat individuen met elkaar ruzie hebben of mooie dingen met elkaar doen... Dat is niet helemaal waar. Het zijn systemen, mensen met systemen achter zich die dingen met elkaar doen en ruzie hebben. En soms kan het zijn dat niet die mensen ruzie hebben, maar dat die systemen met elkaar clashen. Dus het is al een eerste stap om al te realiseren van, hey, het zijn niet twee mensen of twee teams of twee organisaties of twee landen die ruzie hebben of iets hebben. Maar het zijn de systemen die daaraan vasthangen. Nou, dan komt er een klant. Ja, moet ik eigenlijk eerst zeggen, de organisatie heeft ook een geschiedenis. Dus dat is ook onderdeel van het systeem. En in die geschiedenis kan van alles gebeuren. En omdat er geen plaats en tijd is in die onderstroom, heeft dat nog steeds effect. Dus daarom is het zo belangrijk om te realiseren dat alles in de geschiedenis, dat is belangrijk, zeg maar. Dat moet je meenemen. Nou, dan hebben we nog een product of dienst. En dat product heeft ook nog een effect op de wereld. En eigenlijk, en volgens mij heb ik dat nu, ja. En daardoor ontstaat er nog een heel groot systeem van jij, jouw bedrijf, het product, de klant en het effect op, van het product op de wereld. Dus ja, dit is wel wat je als ondernemer en ook als manager te omarmen hebt, zeg maar, te erkennen hebt dat wat je doet met je bedrijf, dat staat niet los. En we kunnen dat tegen. Nou, dit zie je dus nu gebeuren. Is dat we dachten dat het allemaal los zat. Hè? Maar nu blijkt dus dat in China worden dingen gemaakt. En onze graan komt uit de Oekraïne. En de olijf en de slaolie. En er zitten zulke verbanden eigenlijk in de wereld. Die we niet zagen, maar die er wel waren. Ja, en dat wordt dus nu heel helder gemaakt. En dat heeft allemaal effect. Dus ja, het is ook het effect van het product op de wereld. Nou ja, dat is nu in deze tijd natuurlijk heel interessant. Van bijvoorbeeld een leverancier van metaal. Ja, als die aan een fabrikant levert die dan weer metalen platen levert die uiteindelijk in tanks worden gebruikt. Want je hebt daar aan de linkerkant komt natuurlijk ook nog de klant van de klant en de klant van de klant van de klant. Ja, dan ben je eigenlijk mede verantwoordelijk voor die tank. En mede verantwoordelijk voor het effect van die tank in de wereld. En dat heeft natuurlijk in onze duale wereld alle twee kanten. Dus er worden mensen mee beschermd en er worden mensen mee doodgemaakt. En je hebt dan als bedrijf eigenlijk dat allebei... in te sluiten. Dus de dood van mensen en de bescherming van mensen. En dit is een beetje een extreem voorbeeld, maar in alles eigenlijk, ieder bedrijf heeft een effect op de wereld via zijn of haar klanten. Nou, en wat Bert Hellinger heeft ontdekt, dat ieder systeem wil dus compleet zijn.
En zodra een systeem niet compleet wordt gemaakt, hè, doordat wij zeggen bijvoorbeeld van nou, ik negeer gewoon eventjes dat er tankschouder gemaakt van mijn product, of ik negeer even dat in het verleden, nou de NS heeft bijvoorbeeld daar een issue mee, maar die hebben heel veel Joden vervoerd, zeg maar, in de oorlog. De Stint is ook zo'n voorbeeld. Die heeft natuurlijk nu, of ja, een tijd geleden, is er iemand, zijn er kinderen overleden, ja, door de Stint, of ja, in een Stint. Dat zijn die elektrische fietskarren waren dat, zijn dat nog steeds. En je moet dus eigenlijk ook dat wil, dus ook de geschiedenis wil compleet zijn. Dus als je dat niet erkent of niet inslijt als organisatie, en dat doet natuurlijk heel veel pijn, maar als je dat niet doet, dan gaat die pijn zich op een andere manier uiten. En dat is eigenlijk, dan wordt dus, dan gaat het systeem zeggen, oh, daar wordt iets uitgesloten. En dan ontstaat er dus een kracht die dus dat weer gaat insluiten. En dat gaan we dus zien als problemen. En dat kan zijn dat mensen ziek worden, dat bepaalde functies lastig in te vullen zijn, dat klanten weglopen. Dat het geld gejat wordt, dat kunnen allerlei symptomen zijn. Maar dat zijn echt symptomen van een van deze dieper liggende krachten. Nou, zo is er ook in ieder systeem een natuurlijke rangorde of orde. In familiesysteem is dat heel helder, hè? Je hebt de generaties. Dus ja, ik ben een kind van mijn vader, vader is een kind van zijn vader, dat is mijn opa en mijn kinderen zijn weer kinderen van mij. En als je draait, zeg maar gewoon, en dat is wat Els van Stijn natuurlijk met die fontein heel mooi beschrijft. Is dat je hebt op jouw plek in die fontein te staan. En zodra je daar dus een soort van andere plek gaat innemen. Gisteren had ik het weer met iemand die, ja, die vond dat haar moeder. Nou ja, eigenlijk gaat het automatisch als kind. Vind je dan dat je moeder eigenlijk niet sterk genoeg is. En dan ga je op de plek van de moeder van je moeder staan. Nou, dat is eigenlijk gewoon ook. En dat is dan weer, als je dat zakelijk bekijkt. Dat betekent eigenlijk dat je dus. A, lastig vindt om ook in een hiërarchie te werken, omdat jij sowieso niet zoveel mensen boven je dan kan hebben, omdat je dat van nature niet kent van je familiesysteem. En het kan zijn dus dat je energie helemaal weglekt, omdat je niet op je eigen plek staat. Dus dat je ook niet het succes kan creëren in het werk, in je bedrijf, dat je eigenlijk zou kunnen creëren als je op je eigen plek gaat staan. En nou, wat deze klant ook merkte, is dat ze eigenlijk weinig rugdekking had. En dat zocht ze dan eigenlijk om zich heen in coaching of in. Maar ja, uiteindelijk vind je de belangrijkste rugdekking bij je ouders en je voorouders. Nou, in organisaties is het wat ingewikkelder, want daar hebben we dus wat meer rangordes. Leeftijd is trouwens nog een andere in het familiesysteem en die zitten ook in organisaties. Ja, in organisaties hebben we hiërarchie, maar we hebben ook anciëniteit. We hebben ook nog ja, welke rol eigenlijk je speelt in de organisatie. Dus. Nou, dat is wel goed om ook in organisaties, als je daar werkt, zeg maar. En zo, ook bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens tweetallen gehad, dus een duo ondernemers. Ja, en daar is ook altijd een natuurlijke orde. Dus iemand is meer de baas dan de ander. En dat weten ze vaak ook allemaal wel. Net als met tweelingen, die weten ook altijd precies wie de oudste is. Omdat die orde zo belangrijk is. Nou, en ook hier weer, als dus die orde ergens verstoord wordt, nou, dan krijg je dus gedoe in het systeem. Nou, tenslotte, en sommige mensen hebben er meer, maar ze zijn eigenlijk altijd wel onder te brengen in deze drie. Dat geven en nemen moet in balans zijn. Een systeem leeft eigenlijk bij gratie van het geeft aan zijn omgeving en het krijgt terug. En dat is dus in het micro, hè? Dus als mens geef je aan je, aan, hoe zeg ik dat? Ja, als mens adem je in en je ademt uit, en je eet en je drinkt en je scheidt uit. En dat, nou, dat is het, zeg maar een systeem wat geeft en neemt. Maar als je dan in een organisatie komt, daar geef jij wat en dan krijg je ook weer terug. Dan krijg je geld terug, maar ook waardering en een veilige plek en ontwikkelmogelijkheden. En als ondernemer heb je dat natuurlijk ook. Je biedt producten aan en diensten aan en krijgt daar geld voor terug. Nou, en als dat niet in balans is, ook dan weer gaat het systeemgeweten, die zorgt ervoor dat er dus ergens die balans teruggebracht wordt. Nou, en dat kan heel erg naar eruit zien. Dat kan zijn als diefstal kan het eruit zien. Dat kan eruit zien dat klanten bij je weglopen. Dat kan eruit zien dat klanten heel veel gaan klagen. Dat kan eruit zien dat jij een burn-out raakt. Dus nou, deze drie krachten, daar kun je al, zeg maar, als je op deze manier naar organisaties kijkt en naar je eigen bedrijf kijkt, kan je daar al heel veel winst mee halen. Ja, en dan de belangrijkste inzichten die ik eigenlijk heb gekregen door al dat werken met opstellingen. En die eerste is wel interessant, is dat patronen, dus een soort van ja, patronen, ja, ze noemen het gewoon patronen, die herhalen zich. Dus wat ik waarneem bij mijn klant,
Dat herhaalt zich vaak ook in mijn relatie met die klant. Dus stel dat die klant, laten we zeggen dat die klant moeite heeft om te veranderen, dan merk je dat die starheid ook in die relatie met mij en de klant. Dus die klant dan zegt, ja, maar ik wil die afspraak niet verzetten, terwijl het voor mij makkelijk is om te verzetten. Of die klant die vindt het lastig om bijvoorbeeld zelf bepaalde patronen los te laten. Maar dat patroon zit ook in mij, dus ook die starheid zal ook dan in mij zitten. Dus nou, dat is al heel interessant, want dat betekent zeg maar als coach of trainer of nou ja, als je werkt met mensen, dat je in jezelf kan je iets waarnemen of je neemt iets waar in de relatie. En daar kan je eigenlijk al bijna van uitgaan dat dat zich dus ook wel in die klant voordoet of in die organisatie voordoet. Dat heet, hoe noemen ze dat, herhalende patroon, maar ze hebben er nog een naam voor. Parallele processen noemen ze dat ook wel. Nou, wat ik net zei, er is dus iets groters dat meer is dan de som der delen. Dus er is een andere kracht, nou dat beschrijf ik ook wel in mijn boek, waar je je misschien ook wel gewoon aan over te geven hebt. En er rekening mee te houden hebt. Dus er is niet, jij bent als manager, directeur of ondernemer of persoon, jij kan niet, hebt niet alles in de hand. Er is een soort grotere kracht waar je rekening mee te houden hebt. Nou, problemen zijn symptomen, daar hebben we het ook al over gehad. En het interessante van het systemisch werk is dat we niet gaan analyseren door in te zoomen. Hey, van hoe zit het nou precies en wat haakt nou aan wat en wie heeft nou ruzie met wat. En dat gebeurt soms in coaching wel eens, hey, van welke overtuiging heb je hier nu last van. Maar je gaat eigenlijk uitzoomen. Dus een vraag die je bijvoorbeeld stelt, die ik wel stel, is van is dit gevoel van jou of niet? Want er zitten mensen al, hey, wat raar. Die zeggen, nee, dat is helemaal niet van mij. En dat is eigenlijk het meer systemisch kijken, want het kan dus zijn dat iemand iets overgenomen heeft van iemand anders. Dus dan zoom je dus wat uit. Of je zoomt uit qua tijd, hè, van hoe lang heb je dit al? Wanneer is dit ontstaan? Oké, dus dit heeft eigenlijk helemaal niks met hier en nu te maken. Dit heeft veel meer te maken met toen en daar. Nou, en dat helpt ook om problemen, zeg maar, waar we normaal niet uitkomen. Want ja, die mensen komen toch vaak bij mij. Die zeggen van, ik wil eigenlijk daar nou eens op een andere manier naar kijken. Zijn hier vragen over? Interessant, leuk. Oké, dank je. Verschillende soorten opstellingen. En ik ga een beetje van heel strategisch naar heel individueel. Dus het eerste wat ik kan doen is echt strategische opstellingen. Dat kan je echt met directeuren doen, met de board of directors, met CEO's. Ja, ik noem het strategieën bepalen die duurzaam zijn. Dus je kan het krachtenveld gaan ontdekken in een opstelling. En dan kan je ook zien van, hey, wat is nou een beweging die, is een beetje soft misschien als je het zegt, die de liefde volgt. Of een beweging die, zeg maar, win-win-win is. Of een beweging die ook de zeven generaties die na ons komen positief beïnvloedt. Ik ga in juni ga ik een midzomerdagdroom, heet dat geloof ik die dag. En dan gaat het inderdaad over van, hey, als je nou eens wat jij gaat doen, als je dat nou eens plaatst in alle generaties, zeg maar, in zeven generaties voor jou, wat wil je dan doen? En wat voor een effect moet dat dan hebben op die zevende generatie? Nou, dan kijken we al heel anders. Je kan ook naar organisatiestructuren kijken, dus je kan ook functies opstellen. Je kan bepaalde functies en structuren kan je opstellen. En dan kan je zien van, hey, wat voor een effect heeft dit op mijn klanten, op mijn winst, of wat voor een effect heeft dit op de maatschappij? Ja, KPIs, hè, dus Key Performance Indicators. Nou, grote bedrijven die werken daar heel erg mee. Soms kleine bedrijven ook. En op zich is dat goed, hè, een soort dashboard te hebben van vinger aan de pols te houden. In mijn boek beschrijf ik wel andere manieren om vingers aan de pols te houden. Maar je kan dan in ieder geval dus indicatoren kiezen die er echt toe doen. Want je gaat dan die indicatoren opstellen en dan zie je ook meteen welke indicator, zeg maar, heeft echt verbinding bijvoorbeeld met de klant of verbinding met het primaire proces en welke heeft dat helemaal niet. Nou, je kan ook, ik zet eigenlijk altijd wel de bedrijfsbezieling of missie, maar dan niet de marketingmissie, maar echt de zielsmissie, zeg maar, die zet ik in de opstelling. En dan kan je ook zien van, hey, interessant, als ik deze beweging maak, als ik deze keuzes maak, dat betekent eigenlijk dat die bezieling wegloopt. Of dat die juist dichterbij komt. Dus dat is een heel goed, ja, soort, ik noem het wel eens een thermometer element, die dus aangeeft van, ja, nu gaat het beter, want de bezieling komt meer terug. Of het gaat juist slechter, want de bezieling gaat weg. Ja, en ook bij overname en fusies. Dus echt op dat niveau kan je ook gewoon opstellingen doen. Ja, deze heb ik er ook wel bij gezet. Ja, als je dus een nieuwe fabriek wil bouwen of een nieuw gebouw.
Ik heb bij de Volkshogeschool op Terschelling, daar geef ik inderdaad een retraite. Daar heb ik ook een keer een opstelling gedaan. Ze hadden wat budget om hun gebouwen op te knappen. Maar ze wisten niet welk gebouw ze als eerste moesten aanpakken. En dan, ja, dat is toch een interessante keuze. En uiteindelijk heb ik toen een opstelling gedaan die blind was. Ik zal eventjes. Dus ik heb een blinde opstelling gedaan waarbij ik dus briefjes neerlegde voor de 5 gebouwen die ze hadden. En toen heb ik een briefje neergelegd voor de missie van de Volkshogeschool en een briefje neergelegd voor de klanten. En dat wisten ze dan wel wat dat was. En toen zo konden we voelen van, hey, bij welk gebouw stroomt het eigenlijk het minste met de klanten en het minste met de bedrijfsmissie? Ja, daar moet blijkbaar wat gebeuren om die stroming weer op gang te brengen. En toen zijn ze die gebouwen gaan aanpassen. Dus nou, zo kan je ook met de opstelling omgaan. Marketingopstellingen. Daar gaan we 20 april mee aan de slag. Dus als je zegt van ik wil iets met mijn marketing, of hoe zet ik iets in de markt, of ik wil gewoon leren hoe marketingopstellingen werken, 20 april. Ja, de juiste afzetmarkt. Hè? Dus welke klanten passen bij mij? Voor coaches en welke cliëntengroep hoort bij mij? Of hoe bereik, nou, dat is het volgende. Hoe bereik ik die? Ja, en hoe kan ik dus de verkoper vergroten? Dus dat kan je allemaal met opstellingen, want wat je daar ziet. Is eigenlijk de verbindingen die in die onderstroom liggen. En als een verbinding heel sterk is, dan is dat de juiste afzetmarkt. Want dan stroomt die en dan is die verbinding goed. Maar als die verbinding heel zwakjes is en er eigenlijk geen verbinding is, ja, dan weet je eigenlijk al dat er ook geen geld gaat stromen. Je kan ook kijken van welke kanalen, hè? Moet ik nou wel op social media niet? Moet ik wel lezingen geven of niet? Moet ik folders maken? Moet ik op beurzen staan? Dus dan bedenk je eigenlijk rationeel vanuit die bovenstroom van welke marketing. Kanalen heb ik dan. En vervolgens ga je via de onderstroom onderzoeken van ja, maar en welke passen bij mij of bij mijn bedrijf en welke passen bij mijn klant en bij mijn product of dienst. En dat vind ik ook het leuke van dit soort opstellingen, is dat je product krijgt een stem. Want we denken al, oh, product, dat heb ik bedacht of zo, of dat is iets doods. Maar alles is bezield. En dat is dus het mooie van opstellingen, alles krijgt een stem. En ook een lichaam, zeg maar. Dus dat gaat bewegen. Ja, marketingteksten en marketingbeelden kan je zelfs bepalen. En ook productontwikkeling. Van hey, als ik een nieuw product heb, of bepaalde elementen, welke verpakking moet ik kiezen, of welke kleur, of welke features moet iets hebben. En een hele belangrijke prijsstelling. He, dus dan heb je een bepaald product, he, of een dienst ontwikkeld, en zeg je, ja, welke prijs moet ik daarvoor vragen? En die is heel belangrijk, want als je een te lage prijs vraagt, dan gaat dat geven en nemen weer niet. Hè? Dat klopt dan niet meer. Dus dan zadel je als het ware de klant op met een schuld. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet doen. Dus je wil een eerlijke prijs vragen. Het leek mij wel leuk om hier eens een opstellingje mee te doen. Maar ik zit even te kijken of jullie allemaal iets met een klant kunnen. Maar ik denk het wel. Want Mariette, je hebt ook wel klanten, toch? Of ja, als je met je eigen bedrijf kan je eens onderzoeken van hey, hoe werkt het dan als ik daar klanten voor ga zoeken, zeg maar. Dus dan mag je je briefjes eens pakken. Of poppetjes. Ja, en dan schrijf je op één briefje schrijf je gewoon je bedrijf. Of je naam, zeg maar. Of jij bedrijf, nou, het ligt een beetje aan als je zegt ik wil het voor mijn bedrijf uitzoeken, schrijf je daar je bedrijf op. En op een ander briefje, of je naam, zit je erop. En dan schrijf je op een briefje potentiële klanten. En je schrijft op een briefje is een product of een dienst die je zou willen aanbieden of die je misschien al aanbiedt waarvan je wilt onderzoeken van hé, wat is daarvoor nodig om daar meer klanten voor te krijgen. Dus je hebt drie briefjes met je naam of met je bedrijf erop, potentiële klanten en een product of een dienst. Nou, en dan kun je met opstellingen, die kun je zeg maar op de grond neerleggen en dan kan je erop gaan staan. Maar voor nu vind ik het ook wel interessant, maar dat mag ook als je dat wil. Maar je kan ze ook op de tafel leggen. En dan leg je ze op de tafel en dan ja, zou ik je aanraden om dat briefje te pakken en dan gewoon eens te voelen van waar hoort dit nou op tafel? Hoort het helemaal aan de linkerkant, rechterkant, bovenonder? Dus laat het briefje eigenlijk maar zijn eigen plek kiezen. Dat is natuurlijk een beetje raar, maar dat zet ik altijd bij, want we doen een beetje raar hier, dus... Moet je dan wel zien wat erop staat, of juist Ja, niet? we doen het nu gewoon niet. We doen niet blind, we doen het open, zeg maar. Dus je ziet wat het is. Dus je pakt een briefje, nou, en dat leg je dan op een plek neer. Zo leg je die drie briefjes neer op tafel.
En het is ook helemaal niet erg als je ze zo neerlegt dat je denkt, ja, dat heb ik gewoon bedacht, weet je? Dat sommige mensen zijn daar een beetje bang voor, maar dat is eigenlijk helemaal niet erg. Nou, en nu kan je eigenlijk representant worden van elk van die drie briefjes, van die drie plekken of van die drie elementen, door dat briefje aan te raken. En dan zou ik je willen vragen om het briefje van je potentiële klant aan te raken. Als je dat aanraakt, dan gebeurt er eigenlijk in je lichaam, ja, dat is een beetje oefenen, zeg maar. Wat verandert er in je lichaam als je dat briefje aanraakt? En als je dan voorstelt dat je vanuit dat briefje naar die andere briefjes kijkt. En dan is het misschien wel handig dat je ook weet van welke kant kijken die briefjes allemaal op. Maar dan kijk je eens naar die andere briefjes en dan voel je eens van met welk heb je nou contact? Met welke heb ik geen contact? En het is goed om soms even je ogen dicht te doen om zeg maar contact met dat gevoel te krijgen. Maar in opstelling hou ik altijd van om je ogen open te houden. Omdat je dan echt de opstelling zeg maar meeneemt. In plaats van dat je in je hoofd zeg maar een soort van opstelling gaat creëren. Dus je doet alsof je door die ogen van dat briefje kijkt naar die andere briefjes. En dan voel je ze als potentiële klant. Hoe is het om jou aan te kijken of jouw bedrijf? En hoe is het om die dienst of dat product te zien? En met wie heb je meer contact? Met het product of met de persoon of met het bedrijf? Ja, je kan misschien ook nog iets waarnemen over van wat voor intensiteit of kwaliteit heeft deze relatie, hè? Is het heel warm en stroomt het of is het een beetje stokkerig en houterig? En je hoeft er geen woord aan te geven, maar de stem je eens af op wat is de intensiteit of de kwaliteit van die relatie. En zou je willen bewegen? Voel je dat dat briefje eigenlijk ergens anders naartoe getrokken wordt? Dat is ook al interessant. En dan volg je gewoon die beweging. En die komt dus niet uit je hoofd van, oh ja, mijn klant moet dichterbij, maar die komt echt vanuit dat briefje dat je denkt, nou, als dat briefje voeten zou hebben, zou het daarheen bewegen. En als je dit dus doet op de grond, dan voel je gewoon in je lichaam van wil ik bewegen of niet. Maar dan kan je nu eigenlijk ook wel voelen dat je voelt van, oh ja, weet je, ik wil echt naar voren of ik wil naar achter of. Dan laat je het briefje los. Nou, en de ene keer ben je echt wel heel erg gezogen in zo'n representantenrol. Dan zeg ik altijd, dan klop je een beetje los. Een andere keer denk je, nou, het is oké. Okay. En dan raak je eens je eigen briefje aan. Met jouw naam of de naam van je bedrijf erop. En dan doe je eigenlijk hetzelfde. Dus je voelt daar, kijkt daar, onderzoek van, hey, hoe sta ik hier ten opzichte van mijn product en ten opzichte van die potentiële klant? Wat gebeurt er bij mij als ik hier dit waarneem? En hoe verhoud ik mij tot die twee, zeg maar? Wat is de relatie? Ja, als ik dat, wat voor kwaliteit heeft die? Met welke voel ik me meer verbonden? Of wat gebeurt er als ik me verbind met de een of met de ander? Wat gebeurt er dan in mijn lijf of in mijn systeem? En bij potentiële klanten natuurlijk altijd in de afdruk, kan je daar zo mee verbinden dat je echt helemaal open staat? Of vind je het een beetje spannend? Of wat ja, heb je de neiging je terug te trekken? En het is allemaal informatie, je hoeft er dan niet over te oordelen. En ook hier kun je je afvragen, oh, wil ik een beweging maken? Wat zou er gebeuren als ik een beweging maak? En voor jezelf kan je zeggen van nou, ik maak een beweging die ik voel. Of je kan ook zeggen, ik denk, wat zou er gebeuren als? Dus je kan een soort experimentje doen. Dan ga je eens dichterbij of juist verder weg. En dan kijk je eens wat dat verandert in jou. En tenslotte laat je ook dit briefje laat je los en dan raak je het briefje van je product of dienst aan. En dat is het interessante ook weer. Dan word je als het ware je product of dienst. Je wordt de representant daarvan. Dus nou ja, dan kan je dat echt embodyen, zeg maar belichamen. Dus wat gebeurt er als jij dat aanraakt en door de ogen eigenlijk van dit briefje ook in die opstelling kijkt?
hier is natuurlijk echt wel interessant van, hey, is deze dienst verbonden met jou? Voel je dat briefje van jou? Voel je dat heel goed? En is het verbonden met de potentiële klanten? Dus hoe goed is deze dienst of dit product verbonden met die potentiële klant? En je kan je ook nog afvragen hier van wat is er nodig om meer verbinding te krijgen? En wat heb je van jezelf nodig hier? Of wat heb je van die potentiële klant nodig? Alleen, ja, daar heb je niet zoveel invloed op. Maar... En is er een advies aan jezelf dat je zou geven? Gezondheid. En hier eigenlijk iedere keer als je hoofd, want je hoofd denkt, ja, ik snap het allemaal niet. Dus je zet je hoofd even uit en je neemt het gewoon voor waar allemaal aan. En je hoofd mag over, zeg maar, die mag, nou ja, als je er vanavond nog een keer over nadenkt, mag je hoofd zeggen, ja, maar dit slaat nergens op dit wel. Maar het is goed om nu even helemaal open te zijn en je hoofd later daar gewoon eens naar te laten kijken. En dan stel je ook de vraag van, wil dat briefje nog bewegen? Wil je dienst nog bewegen? Of je product? En dan maak je ook die beweging. Ja, en ik vind het zelf altijd fijn om te eindigen met het representeren van jezelf. Dus je raakt nog één keer je eigen briefje aan. Dan kom je ook weer makkelijker terug in je eigen energie. En het is altijd wel interessant van nu dat product verschoven is, hoe is dat voor jou, zeg maar. Nou, als je zelfs zult begrijpen, kan je natuurlijk dit helemaal uitbreiden met van alles en nog wat. En... Ja, uiteindelijk, als je voor jezelf een opstelling doet, geeft die best wel veel informatie, maar het probleem is dat je je blinde vlekken niet ziet. Dus dat is altijd, daar heb je toch altijd iemand anders voor nodig. Maar het geeft al wel, ja, het geeft informatie, het geeft een soort van richting ook wel. Het geeft een idee van, hey, waar kan ik aan werken, waar niet. Kijk, Jorine komt ook binnen, hoi. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over of... Wil je iets delen? Hoeft niet, mag wel. Wel lastig hoor, om er iets... En lastige, wat is het lastige? Om gevoel te krijgen met briefjes. Ja, ja. Op deze manier. Ja, dat klopt. Ik twijfelde ook even op deze manier. Want heel veel mensen vinden het zo fijn om tafelopstellingen te doen. Want dat is zo lekker overzichtelijk, zeg maar. Maar ik vind zelf het de lastigste manier om als representant erin te zakken. En waar dan een tafelopstelling vaak wordt, is van dat je erover gaat praten, omdat je zo mooi erop kan kijken. Dus in dat geval zeg ik van ga, leg ze op de grond en ga er echt op staan. Dan is dat belichamen nog wat makkelijker. En verder zou ik zeggen, oefen het gewoon veel. En dan vooral, zeg maar, neem dan wat thema's waar je zelf echt wel mee zit, zeg maar. En dan ga je van het ene briefje van bijvoorbeeld controlebehoefte in mezelf naar ik ga helemaal in de flow, zeg maar. Dus die twee extremen in jezelf. En als je die twee verschillende gaat aanraken, dan kan je wat makkelijker die verschillen ook voelen. Want de signalen zijn wat subtieler dan dat je zelf gaat staan ergens. Dus je moet eigenlijk een soort volumeknop harder zetten. Ja. Andere vragen of opmerkingen? Ja, het vind ik altijd interessant. Mensen willen zo graag met tafelopstellingen werken. En ik doe het in mijn opleiding ook pas aan het eind, zeg maar. Dat ik zeg van, ja, weet je, in het begin is het gewoon fijn om of met de echte representanten te werken, met mensen, of met vloerankers. Maar het voordeel hier is dat je ook met 100 representanten kan werken. En dat kan op andere plekken natuurlijk niet. Dus dan leg je gewoon 100 steentjes neer of 100 paperclips. Oké, dankjewel. Goed, de marketing. Ik zit even, zeg maar, voor de live. We zijn natuurlijk wat later begonnen. Is het heel erg om iets na 9 door te gaan? Kijk even, wie zegt het lukt me niet? Nee, kan wel. Oké. Perfect. Teamopstellingen. Ja, ik vind het heerlijk, teamopstellingen, moet ik zeggen. Het is een hele mooie manier om in teams, zeg maar, de verbinding weer te creëren. En ook de spanningen die er zitten, waardoor die verbinding er niet is, die worden meteen zichtbaar. Want je zegt tegen een team, zeg ik gewoon van, nou, ga maar staan in de ruimte. Hoe verhoud je tot elkaar? Nou,
En dan soms zet ik dan nog een stoel neer, dat is dan het teamdoel of zo, of dat is de reorganisatie waar we mee te maken hebben. Ja, en dan eigenlijk ontstaat meteen, ja, twee die gaan met ruggen naar elkaar, er staat er één bij de deur, dan weet je ook, nou, die zegt ook van ja, ik wil eigenlijk gewoon hier weg. En dan is het natuurlijk de truc om als begeleider, als opsteller, zeg maar ook weer het systemische gebied in te gaan. En niet zo van, oh, wat vervelend en stom en je bent een rare, maar dat je zegt van, hé, maar wat betekent dit voor jou? En wat heb je nodig om te blijven? Of wie reageert erop als zij weggaat? En hoe erg is dat dan, zeg maar? Dus uiteindelijk ga je daar wel, zeg maar, ja, ga je het systemisch aanvliegen en behandel je het echt als een opstelling. En daarmee kan je soms ook weerstand die er is, ja, weerstand is er nooit voor niks. Weerstand heeft vaak te maken met iets ouds wat achtergelaten wordt, terwijl het meegenomen moet worden. Dus ook een team is voor dat ook wel helder. En dat is vaak dan één iemand, ja, dat noem ik ook wel eens, die wordt in dienst genomen eigenlijk door het systeem geweten. Dus door dat grotere bewustzijn om iets zichtbaar te maken. Dus dan denken we, wat een irritant persoon, of die persoon die heeft heel veel weerstand. Maar vaak zit daar de crux ook naar de helende bewegingen, wat er nodig is voor het team om weer te floreren. Nou, communicatie kan verbeterd worden, productiviteit verhoogd. Ook heel helder van, hey, wel, wat is nou ieders kwaliteit? Zeker door de posities kan je op een gegeven moment ook zien, hey, die twee die staan altijd heel erg aan de frontlinie. Dat zijn de twee die gewoon de toekomst inkijken. En er zijn er twee die wat meer bij de basis blijven. En dat is dus allebei nodig in een team. Er zijn sommige mensen die moeten vooruitkijken. En sommigen moeten kijken van, hey, maar voldoet dit nog wel aan waar we vandaan komen? Nou, en als ze dat van elkaar helder hebben, dan is dat ook, dat geeft veel meer kracht als team. Ja, je kan dus ook leiderschapsopstellingen doen. En dan kan je dus, nou, van wat is er als leider nodig hier? En wat zit er in jou als leider? Wordt die al wel wat persoonlijker, hè? Dus, maar je kan ook leiders helpen om patronen te herkennen in een organisatie. En ook weer te zien, waar komen die vandaan en hoe zitten die systemen in elkaar? Nou, een term die ook wel gebruikt wordt is de emerging future. Hè? Dus de toekomst die als het ware op ons afkomt zonder dat we daar verder invloed op hebben. Terwijl als organisatie zijn we vaak aan het plannen. En ook als mensen, van, nou, we plannen een soort van toekomst. Maar ja, ergens ontmoet je die toekomst die op ons afrolt. Nou, om daar dus verbinding mee te krijgen, dat kan ook heel mooi in opstellingen. Conflicten, hè, daar heb je als leider ook vaak mee te maken. Mediators kunnen ook heel goed zeg maar, met de opstellingen werken. Dadelijk ga ik een workshop geven aan mediators, hoe ze hiermee om kunnen gaan. Wat dus het systemische en het opstellingenwerk kan toevoegen daar. En ook als leider kan je ontdekken van wat is hier nou echt nodig. Dus wat is in de onderstroom nodig, waardoor ik in de bovenstroom zeg maar, deze organisatie goed kan leiden. En ook welke stijl moet daarbij. Hè, want ja, je hebt als leider heb je van alles in je. Maar sommige dingen die werken beter om naar buiten te brengen in deze fase of in dit team dan andere aspecten van jezelf. Nou, ook met ondernemers. Ja, nou, dit is precies het verhaal. Hè? Het scheiden van het familie- en het bedrijfssysteem. Want in ondernemersopstellingen, het hoeft niet eens met familiebedrijven, maar ook gewoon in gewone bedrijven. Ja, familie- en bedrijfssysteem lopen helemaal door elkaar. Maar ook in familieopstellingen. Ik had laatst een Frans bedrijf. En die vroeg mij ook inderdaad. En ja. Daar heb ik ze op een gegeven moment inderdaad gewoon een soort van twee posities. Ik als in het bedrijf en ik als zus of ik als dochter, zeg maar. Nou, dat was ook al, gaf zoveel inzicht. Ja, wie ben jij in de groei van je bedrijf? Staat je bedrijf in lijn met jouw persoonlijke zielsmissie? Daar kan je dan ook naar kijken. Hè? Waarvoor ben ik als het ware op aarde? En hoe draagt het bedrijf daaraan bij? Maar goed, we hebben natuurlijk ook gewoon marketing, geld. Ja. Eigenlijk gewoon moeiteloos ondernemen. Dus dit, als je hier weer interesse in hebt, moet je echt dat boek lezen. Dus heel veel zaken die gewoon voor grote bedrijven gelden, die kan je ook met ondernemingen doen. Maar ondernemers zitten vaak, ja, dat familie- en het bedrijfssysteem zitten zo in elkaar verstrengeld. Dus die eerste, die zie ik gewoon heel veel gebeuren. Dan denk je dat het een marketingvraag is, gaat het toch uiteindelijk weer over vader of moeder. Denk je dat het een vraag is over, ik zoek rugdekking zeg maar bij een coach of iemand, gaat het toch over je vader en je moeder. Dus dat is wel, En uiteindelijk, we gaan steeds meer ook naar het familiesysteem. Hè? Dus echt met die strategische opstellingen zit je meer in het organisatiesysteem. En hier ga je steeds meer naar het familiesysteem. En dit zijn eigenlijk de traditionele familieopstellingen. Maar je kan ook loopbaanopstellingen doen. Ja, persoonlijke issues, meer plezier in je werk vinden. Dus hier ga je echt
op het individu inzoomen. En dan kan je ook opstellingen doen met delen van iemand. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Morgen is daar trouwens een masterclass over in het Engels, als je dat interessant vindt. En morgen is dan vrijdag 8 april. Dus voor mensen die het later terugkijken, is het niet meer morgen. Het is een masterclass over werken met archetypes. En dat je innerlijke archetypes en hoe je die dus gebruikt in, als ondernemer, maar ook als manager. En ook hoe je archetypes in teams kan herkennen en archetypes in organisaties. Maar goed, dus dit is ook een heel interessant gebied. En hier kom je wel, ja, dit gaat niet meer over organisatieopstellingen. Dit zijn echt vaker familieopstellingen of iets wat er een beetje tussenin zit. Van dat heb je ook. Dan werk je met wat abstractere elementen. Ja, dus er is een heel breed scala eigenlijk waar je het in kan zetten. Nou, dan hebben we ook nog verschillende soorten opstellingen. We hebben net een tafelopstelling gedaan, maar je kan dus ook met vloerankers werken. Je kan het ook in een visualisatie doen. Ja, je kan het in workshops verband doen. Hè. Dus heel veel opstellers die hebben gewoon een workshop en dan heb je een paar vraagstellers en de rest is representant. Ik hou daar niet zo van, want ik vind het, nou, dat vind ik een ingewikkelde vorm, zeg maar. Dus ik meestal een bepaald thema en rondom dat thema organiseer ik dan een dag. En dan gaan we met opstellingen aan de slag. 1-op-1 opstellingen, grotere opstellingen. We gaan in kleine groepjes dingen doen, maar soms ook met de visualisatie. Dus ik combineer daar verschillende technieken. Nou, je kan met een managementteam kan je het doen of met een gewoon team. Je kan als management kan je kijken eigenlijk naar het team, maar je kan ook als management kijken naar de organisatie. Dus dan huur ik soms wel mee, representanten in. En dan, ja, dan doen we eigenlijk een soort van ja, McKinsey-onderzoek, maar dan met een opstelling. Zijn, mag ik wat vragen? Jazeker. Ga je in zo'n groepen dan om met vertrouwelijkheid? Want als ik met mijn bedrijf jou een vraag stel, nou ja, het kan een bekend merk zijn. En ja, dan komt er best wel veel bloot. En dat ziet iedereen dan. Of... Ja, dus dat is ook altijd wel. Sommige bedrijven vinden het ook niet fijn om, zeg maar, allemaal externe in te vliegen. Dus ze halen ze ook wel eens uit hun eigen organisatie representanten. Maar in principe zeg ik altijd van, ja, wat hier verteld wordt, dat blijft ook hier. Dus ja. Maar ja, daar heb je mee te dealen. Je moet iets verzinnen, zeg maar, of een afspraken maken over de vertrouwelijkheid. Het gebeurt ook nog wel eens dat je dan gewoon een blinde opstelling doet. Of dat je niet te veel vertelt. Maar ja, zeker met een bekend merk, dan is dat wat lastiger. Ik werk alleen niet zo heel vaak voor bekende merken. Dus ik ben één keer gevraagd door Google. Maar dat is uiteindelijk niet zo veel geworden. Maar dat was meer om hun mensen op te leiden. Dus, maar dat is wel een terechte vraag, ja. Want het is vrij kwetsbaar wat er gebeurt. Ik heb het trouwens wel een keer gedaan bij een team in een ziekenhuis. Ja, dan heb ik gewoon afgesproken wat hier gebeurt. Dat gaat gewoon niet naar buiten. En het kan een reden zijn dat sommige mensen zeggen, ja, we gaan liever niet met een opstelling aan de slag. Of liever niet met een externe representant. Ja, nee. Dat snap ik ook wel. Oké. Maar het mooie vind ik hier, dus je kan het ook echt 1-op-1 doen. En je kan het in groepen doen. En ik doe het ook wel eens met 80 man. En dan doe ik opstellingen in hele kleine minigroepjes. En die begeleid ik dan niet zelf. Maar heb ik een soort vaste structuuropstellingen. Ja, dat is ook heel krachtig. Dus je kan ze van 1-op-1 tot en met 80, of ja, zelfs met 200 man kan je het ook doen. Nou, voor mij hebben we het hier al wel een beetje over gehad. Maar dat, ja, voor mij is het toch zo snel en diepgaand inzicht dat ja, ik ken bijna geen andere methode die dat zo snel doet, zeg maar. Zodra je even over die drempel hebt gezet van, oh ja, dit is een beetje vaag. Ja, daarna kan je gewoon zo snel krijg je inzicht. Maar het mooie is dus ook die holistische aanpak. Alles wordt erbij betrokken wat erbij nodig is. En er wordt dus niks uitgesloten, want het systeem sluit in. Dus dat is eigenlijk wat juist gebeurt. Het systeem wordt weer compleet gemaakt vaak. En dat, nou ja, dat is ook de helende beweging. En vaak is het bijvoorbeeld inderdaad een oprichter of iemand die overleden is. Of iemand die fraude heeft gepleegd en weggestuurd is. Nou, zodra die weer ingesloten wordt, dan kan dat systeem weer floreren. En wat ik het ook mooier vind is dat een beweging, zeg maar, ter plekke gebeurt er iets. Ja, en die gebeurt, en het is niet zo dat mensen een soort van kennis dan hebben, van ik weet nu wat er is. Maar ze hebben ook gewoon het belichaamd en in iedereen is een beweging in gang gezet. En die zet zich voort ook na de opstelling. Nou, waar ik ook heel erg van hou is dat het echt een lichamelijke ervaring is. Dus mensen onthouden veel beter van wat er gebeurd is. En ook in organisaties hebben ze ook een soort van gemeenschappelijke ervaring gecreëerd. Waar ze heel lang nog weer naar terug kunnen grijpen. En het opent deuren die je normaal niet zou openen als je rationele inslag zou hebben.
Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond heb ik gewoon een heleboel dingen niet geleerd die je hier wel leert. Dit werkt ook als je gewoon een systemische vragen stelt, een systemische coach trouwens. Maar het opent een hele andere wereld eigenlijk van hoe oorzaak en gevolg aan elkaar verbonden zijn. Nou, en je hebt dus contact met die diepere laag, waardoor er dus ja, informatie ook komt die je normaal niet zo snel boven tafel krijgt. En zeker ook voor marketing bijvoorbeeld, van is het, ja, normaal zou je heel veel marktonderzoek moeten doen, maar die informatie zit al in die onderstroom. Dus die kan je daar gewoon bij tevoorschijn halen, zeg maar. En uiteindelijk creëert dat dus een win-win-win oplossingen. En daar hou ik ook altijd wel van. Goed, dit was eigenlijk het einde. Ik weet niet of er hier vragen over zijn. Nee. Oké. Dan wilde ik nog wat vertellen over de verschillende mogelijkheden. Als je zegt, ik wil iets meer met opstellingen doen. Nou, als je zegt, ik wil echt dat vak leren of ik wil wat meer in de organisatie verdiepen. Op 5 mei start een 6-daagse opleiding. Ik heb bewust de korte gehouden, die opleiding, omdat ik ervan uitga dat je al wat persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan. En dat je uiteindelijk in het nog meer doen, zeg maar, daar leer je het van. Maar je kan ook zeggen, ik ga die verdiepingsdagen doen, want ik heb ook verdiepingsdagen die ik organiseer. Heb ik nog geen data voor geprikt, maar dat zijn 2 dagen waarin je als opsteller eigenlijk nog weer verder het vak gaat uitdiepen. En een beetje afhankelijk van de behoefte van de groep maak ik daar een programma voor. Zeg je nou, ik vind het leuk om het in het Engels te doen en in een internationale groep. En ik wil het ook wel online doen, want ik vind online wel leuk. Nou, op 17 mei start ik met een nieuwe groep. Zeg je nou van, ik wil het eigenlijk eens toepassen op mijn eigen bedrijf of op mezelf. Nou, dan kan je workshop intuïtieve marketing volgen op 20 april. Of de workshop organisatieopstelling of familieopstellingen voor ondernemers. Zeg je, ik wil het liever in een 1-op-1 traject. Dan heb ik een moeiteloos ondernemer coach traject waar je... en daar werken we dan heel vaak met opstellingen of met andere methodes. Dit is zeg maar als je nog wat kijkt naar die 6-daagse opleiding. Ja, ik noemde het eerst organisatieopstelling, maar het zijn opstellingen in een zakelijke context. Dus we kijken altijd naar de zakelijke context. Maar ik ben ook niet, ja, ik ga niet dat familie en zakelijk zo scheiden, want dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus er komen ook familieopstellingen aan bod, zeg maar. Ja, je ontwikkelt dus een antenne voor systemische krachten. Je leert je intuïtie. Dat is voor mij wel bijzonder. Ja, ik ben wel iemand die echt die intuïtieve manier van begeleiden heeft. En dan wel niet instinctief. Dat is net wat anders. Maar echt je zuivere intuïtie ontwikkelen en die ook inzetten. Nou, je leert 1-op-1 en in groepen werken. En ik ben wel iemand die houdt van praktisch. Dus eigenlijk meteen de eerste dag ga je zelf al een opstelling begeleiden. En ik pas het aan mijn wensen en dat aan jullie wensen. En dat zeggen mensen altijd. Oh ja, dat is heel interessant hoe je dat doet. Dat het dus en aandacht is voor wat ik eigenlijk voor ogen heb. Om wat ik wil vertellen maar, en wil laten ervaren. Maar ook ja, toch afhankelijk van de deelnemers verandert het iedere keer. Nou, zeg je nu van ik wil wel meedoen. Dan krijg je een gratis coachgesprek van 1 uur cadeau. Dus dat is wel een leuke aanbieding. Moet je even dit web 00704 in het opmerkingenveld zetten. En dan krijg je die cadeau. Nou, die intuïtieve marketing gaat over hoe krijg je meer klanten met minder moeite. We gaan dus die informatie uit die onderstroom halen. Onder andere met marketingopstellingen en andere soorten opstellingen. Maar ook een mooie marketingvisualisatie. Werken met intuïtiekaarten. Ja, ook hier weer. Je krijgt dus belichaamd inzicht, noem ik het maar. Dus je weet het, maar je weet het echt, zeg maar. En er ontstaat een interne beweging. En daardoor krijg je ook de energie om stappen te zetten. Dus ja, mensen zijn... heel enthousiast. De een zegt echt van, nou, ik kreeg meteen nieuwe klanten. De ander zegt van, oh, ik weet nu wat ik moet doen. De ander zegt, oh ja, ik heb eerst nog aan mezelf nog iets te werken voordat ik verder ga. Maar er wordt altijd een beweging in gang gezet in de eerste 2-3 stappen om meer klanten te krijgen. Nou, daar krijg je de gratis training Versterk je intuïtie in 4 weken bij. En ook daar weer gewoon met deze code. Goed, zeg je van, nou, ik vind het wel leuk en ik wil in contact blijven. Je kan mijn e-book downloaden, je kan me op Facebook volgen, LinkedIn. Oh, linkedin.com. Ja, de Martijn Meijmer, als je me zoekt, dan vind je me daar wel. Ik heb een vraag, Martijn. Ja, stel. Wel grappig, als je heel vaak naar organisatieopstellingen kijkt en trainingen, dan zie je heel vaak opleidingen, dan moet je eerst familieopstellingen hebben gedaan en dan pas je organisatieopstelling. En dat zie ik bij jou eigenlijk niet terug. Daar heb je vast een reden voor. Ja en nee. Ik ben A gewoon niet zo traditioneel, zeg maar. En ik geloof dat opstellingen zijn
het werken met opstellingen is een soort ambacht. En als je daar de basis en de kern van beheerst, dan kan je dat op allerlei vlakken toepassen. En wat ik merk is dat iedereen eigenlijk afhankelijk van zijn of haar werkgebied en veld, dan heb je eigenlijk al zoveel bagage meegenomen van eerdere opleidingen en ervaring, dat je dat opstellingenwerk zo kan integreren, zeg maar. Word je hier een perfecte familieopsteller van? Nee. Word je een perfecte organisatieopsteller? Nee, ook niet. Want je moet nog wel wat ontwikkelen. Maar je krijgt dus wel je leert dus zeg maar de kern van dat ambacht. En vooral ook vanuit die intuïtie. Weet je op een gegeven moment wat de goede interventies zijn. Veel andere opleidingen die gaan ook nog zitten een stuk mentale taalgedachtegoed bij. Waardoor je weet van, oh ja, als dat gebeurt dan dit. En als dat gebeurt in de opstelling moet ik dat gaan doen. En dan moet je eigenlijk veel meer gaan oefenen. En dan, dan moet je dus ook wel weten van al die krachten in families die er zijn. Van wat kan je allemaal tegenkomen. Dus ik ben daar een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik word ook wel eens een beetje scheef aangekeken door sommige bedrijven. Andere opstellers. Maar wat ik zie gebeuren in mijn training is dat mensen dus de deur uitgaan met een soort van basishouding en een basismanier van werken die ze gewoon heel goed kunnen toepassen op verschillende gebieden waar zij in werken. En vervolgens kan je dat ook nog weer verder uit gaan werken en kan je die verdieping volgen. En sommigen gaan ook nog weer ergens anders wat volgen. Ja. En die workshop innovatieve marketing, zeg ik nou? Intuïtieve. Ja. Doe jij die ook gewoon bij bedrijven zelf met een team? Ja, dan zou ik hem iets anders aanvliegen. Maar dat doe ik ook wel, ja. Okay. Kijk, ik maak heel vaak op maat. Inmiddels heb ik gemerkt dat dat ook wel een van mijn kwaliteiten is. Is op basis van een vraag ga ik dan kijken van welke werkvormen, systemische en opstellingswerkvormen, intuïtieve werkvormen, kan ik hier inzetten, zeg maar. En ik heb nu gekeken, want deze workshop intuïtieve marketing, daar komen heel veel ZZP'ers en kleine ondernemers op af. En daar zijn eigenlijk de werkvormen voor gemaakt. Als je zegt, ik wil dat eigenlijk in een wat groter bedrijf die met de marketingafdeling wat intuïtiever zeg maar, naar hun marketing wil gaan kijken. En dan zou ik iets andere werkvormen kiezen. Ja, we zijn een klein bedrijf. We zitten er tussenin, maar we zijn geen ZZP'ers. Nou ja, goed, nee. Ik neem daar wel eens even contact met je over. Ja, anders kunnen we gewoon een keertje bellen inderdaad. Ja. Oké. Okay. Andere vragen, opmerkingen? Nou, wens ik jullie nog een hele fijne avond. Leuk dat jullie erbij waren, dankjewel. Mensen die later kijken, bedankt voor het kijken. En wellicht tot ziens een keertje.